derde prijs in een essaywedstrijd met als titel Mijn Wereld in 2040. Actrice Nadja Hübscher droeg zijn essay voor. Ook toen al bleek dat Baudet een eigen stijl had. De derde prijs is een gymnasiast en hij heet Thierry Baudet. Ik ben er uitgestuurd bij een geschiedenisles en toen ging ik op het prikbord kijken omdat ik niks te doen had. En toen leek me dat wel een leuke wedstrijd om aan mee te doen. En ja, de ideeën kwamen eigenlijk vanzelf, steeds meer. En heb ik geprobeerd een beetje een coherent verhaal van te maken. Men kwam tot het inzicht dat vrijheid eigenlijk helemaal niet zo belangrijk was. Het postdemocratische tijdperk werd uitgeroepen. Geen eenvoudig betoog trouwens. Vond u dat? Ja. Jij wel? Ik denk al langer over die ideeën na. Maar ik vat wel eens op als een compliment als u dat zegt. Nou, wat ga je studeren straks? Ik weet nog niet. Ik weet nog niet. Daar bel ik nog wel over. Ben je te goed in van alles? Nee. Eigenlijk te slecht in van alles. Weet je nog niet of het bescheidenheid is of arrogantie? Bescheidenheid? Nee. Dat is dan weer arrogant. Nee, ik weet het niet.